Justitie en politie richt zich op beleidsaspecten bij begrotingsbehandeling. Voedselveiligheid en eetgewoonten Surinamers wordt onderzocht. En Guyanese inheemsen ontevreden over hun lot. Met het oog op de komende begrotingsbehandeling zal het ministerie van Justitie en Politie zich richten op een aantal beleidsaspecten. Dit zeggen zowel de minister van Justitie en Politie als de directeur Ines Huizen-Setny. Volgens de bewindslieden wordt er gewerkt aan de verhoging van de veiligheidsnormen in het land. Ines Huizen-Setny zegt dat de overheid ernaar streeft om een hoge realisatie van de veiligheid landelijk te hebben. Als je kijkt naar het ministerie van Justitie en Politie, is het heel breed. Je hebt verschillende korpsen, je hebt verschillende structuren, zoals Korps Politie Suriname, brandweer. Je hebt dienstonderdeel justitie, je hebt beveiligings- en bijstandsdienst. En alle diensten hebben zo'n beetje hun prioriteit. Het is heel veel, maar natuurlijk zou je prioriteiten moeten stellen om zaken gerealiseerd te krijgen. Wat zijn de prioriteiten? Een van de dingen is natuurlijk, je gaat zorgen dat die criminaliteit, de veiligheid, eigenlijk, je kan het in twee woorden zeggen, rechtsbescherming en veiligheid staat hoog binnen het ministerie. Het is eigenlijk de rode draad binnen het ministerie van Justitie en Politie. Minister Belfort zegt dat er al een traject is ingezet om het juiste apparaat te versterken en dat zal het komend jaar worden voortgezet. De bewindsman geeft aan dat hij tot nu toe niet ontevreden mag zijn met wat er tot nu toe bereikt is. Dat wij onze begroting hebben ingediend en ook zullen verdedigen in de DNA. We hebben een aantal speerpunten, we denken ook aan veiligheid, dat is een heel belangrijk punt. Aan aantrekken van mensen, aanschaffen van middelen voor de diensten. Ook de gebouwen die opgeleverd moeten worden. We denken bijvoorbeeld aan Hof van Justitie, Hoofdbureau van Politie, Bureau van de Procureur-Generaal aan de Limmatsgracht, Revidaar Kanton Gerechten aan de Wulfinstraat. Marwijnen hebben wij daar een heel groot complex, groter dan dit voor politie en brandweer. Justitie, die keren denken we ook aan. Dus in elk geval, de dingen hebben onze aandacht. En we hebben de juiste zaak neergepunt in die begroting. Optimale uitrusting voor de politie is van cruciaal belang in de strijd tegen de criminaliteit. Het ministerie van Volksgezondheid start binnenkort met een landelijk onderzoek naar de voedselveiligheid en eetpatroon van de Surinamers. Tijdens het onderzoek zal ook in kaart gebracht worden wat de risico chronische ziekten zijn. Ook om interventie te ontwikkelen moet er data verzameld worden, geeft de voedseldeskundige Anne Getrouw aan. In de hoop, maar dat onderzoek gaat antwoord geven op vragen zoals hoeveel Surinamers hebben ondergewicht, dus wegen wet weinig. Hoeveel Surinamers hebben overgewicht? Hoeveel Surinamers hebben diabetes mellitus? Hoeveel hebben hypertensie? Dus we verwachten dat dit onderzoek antwoord gaat geven op die vragen. Ik heb in mijn presentatie een beeld geschetst van de voedingstoestand en we weten over volwassenen niet veel. En met dit onderzoek gaan we wel antwoord krijgen op een heleboel vragen. Vandaar dat ik dus verwezen heb naar het onderzoek. Omdat het niet een issue is van DOG, het is iets dat gedaan wordt door het hoofdkantoor. In de presentatie is aangegeven dat 10% van de kinderen in Suriname chronisch ondervoed zijn. Ook leidt 72% van de zwangeren onder ons aan anemie, terwijl van de overige groepen afwijking van bloeddruk nog niet bekend is. Het onderzoek moet een bijdrage leveren aan data met betrekking tot woon- en leefomstandigheden. Op regionaal gebied valt er nog steeds te discussiëren als het gaat om de invoering van ICT in het parlement. De Nationale Assemblée is sinds 2011 begonnen met het opstellen van een strategisch plan en heeft die inmiddels ook geaccepteerd met behulp van het Department of Economical and Social Affairs van de Verenigde Naties. In dit document zijn er doelen vastgesteld waar DNA geleidelijk aan vorm en inhoud geeft. De laatste gelanceerde website van DNA was er één van.
Vanaf gisteren werd een regionale ICT-workshop gehouden in Uruguay, die de gelegenheid biedt om te discussiëren over ICT. Uit een rapport van de World E-Parlement blijkt nog steeds dat parlementen nog geen strategische ICT-plan hebben of dat het hoog op de agenda staat om aangepakt te worden. Er wordt zelf geconstateerd dat het beschikbaar stellen van de financiële middelen hiervoor parten speelt. Door de participatie van DNA kan de invoering van ICT binnen DNA versneld worden door middel van kennis en ervaring van de andere parlementen in de regio. Ook worden de regionale banden versterkt. De regionale ICT-workshop duurt tot 25 oktober. Het blijft vooralsnog een zorgpunt om een parkeerplek voor werknemers en bezoekers van diverse panden in de binnenstad en omgeving te vinden. Dit brengt voor het verkeer en voor de weggebruikers veel irritatie met zich mee. Weggebruikers ondervinden op verschillende manieren last van auto's die niet op de juiste plek worden geparkeerd. Een autobestuurder moet soms zo ver uitwijken waardoor hij een gevaar wordt voor anderen. En dit merkt op de verschillende hoeken waarbij de overzicht op het naderend verkeer wordt beperkt. En over voetgangers wordt het steeds moeilijker om op de voor hen bestemde voetpaden veilig te lopen. Meestal is de voetganger vanwege verkeerd geparkeerde auto's genoodzaakt om het voetpad te verlaten om over het wegdek te gaan lopen waar weggebruikers in de meeste gevallen niet op rekenen. Door het gebrek aan parkeergelegenheid worden sommige wegen aan beide kanten bezet gehouden. Een gevaarlijke situatie waarbij de weg niet volledig kan worden gebruikt met als gevolg filevorming die in principe kon worden voorkomen. En zo kunnen we doorgaan. Het tekort aan parkeerplaatsen op locaties waar ze nodig zijn is nog lang niet weggewerkt. Met de toename van het aantal auto's in Suriname zijn de ministeries van Openbare Werken en Justitie en Politie en de DC's van Paramaribo bezig met een effectief plan om een adequate oplossing in hooguit 2014 te introduceren. Momenteel wordt vanuit het Korps Politie Suriname extra controle uitgevoerd op automobilisten die hun voertuigen onverantwoordelijk parkeren. Dagelijks worden tientallen auto's weggesleept in opdracht van de politie. Volgens KPS moet het verscherpen van boetes bij deze overtreding niet worden uitgesloten. Haast in elke straat in de binnenstad ontmoet je weer een zwerver op zoek naar peukjes op de grond of een plek om een dutje te doen. In de krant van vandaag is aandacht besteed aan de toename van het aantal zwervers in de binnenstad. Nog kort voor de aanvang van Carifesta 11 in augustus eerder dit jaar werden ruim 80 daklozen van de straten gehaald door het psychiatrisch centrum Suriname. Immers is gebleken dat PCS niet meer in staat is om deze groep volledig te accommoderen en dus is besloten om een deel weer de laan op te sturen. De evenementen zijn inmiddels achter de rug en de beperkingen binnen het PCS bieden geen ruimte meer aan de zwervers die toen werden opgehaald. Het aantal dat het PCS heeft verlaten zoekt nu op verschillende locaties een bestemming en soms ten laste van voorbijgangers of ondernemers in de binnenstad. En dit is slechts 37% van het aantal dat werd opgehaald. De stichting RICA, Reïntegratie Kansarmen, maakt zich sterk om zoveel mogelijk deze groep in te dammen. Middels een resocialisatieplan tracht RICA de zwervers wederom positief in de maatschappij te laten terugkeren. Voorlichting over de ziekte lepra laat gewensen over. Dit concludeerde Melissa Benjamin vandaag in haar afstudeervoordracht waarvoor ze een 7,5 kreeg. De titel van de afstudeerthesis is Voorlichting op maat. Een onderzoek naar de verbetering van voorlichting om stigma bij lepra-patiënten tegen te gaan. In een 15 minuten durende presentatie verdedigde Benjamin haar thesis tegenover de beoordelingscommissie, familie en vrienden. Ze gaf aan dat wereldwijd lepra-patiënten nog worden gestigmatiseerd. Verder kwam naar voren dat er verschillende soorten van lepra zijn.
De afgestudeerde gaf aan wat de aanleiding van het onderzoek naar lepra was. Naarmate ik zeg maar door de jaren heen meer wilde weten over deze ziekte, kwam ik heel weinig informatie over deze ziekte tegen in Suriname. En ja, dat was voor mij eigenlijk de aanleiding dat wanneer je mensen vraagt van hey, wat weet je over lepra, dat de mensen niet eens wisten wat lepra precies was. Ze hebben ervan gehoord en ze praten over mensen met kromme vingers en dat soort dingen, maar wat het exact is, dat het een bacterie is die twee keer in die, één keer in de twee weken zich opdeelt in het lichaam, daar wisten de mensen totaal niks over. Ik wil me altijd bezighouden met dit onderwerp en indien er mensen zijn die net als mij ook willen werken aan de vermindering van stigma bij lepra-patiënten, dan zou ik zeggen, nou neem contact op met mij en dan kunnen we samen ervoor gaan. En wat was het doel van het onderzoek naar lepra? Nou, het doel van mijn onderzoek was om de stigma bij lepra-patiënten te verminderen en zoveel als mogelijk de samenleving te informeren over de ziekte lepra. Ik heb een plan geschreven en het is de bedoeling dat de dienst dermatologie het plan gebruikt. Zij kunnen zelf de keuze maken of ze het willen gebruiken of niet. Dat laat ik heel aan hun over. Maar in elk geval is het voor hun bestemd omdat zij het meest in aanraking komen met deze patiënten. Als aanbeveling gaf ze mee dat de dienst dermatologie van het ministerie van Volksgezondheid het voorlichtingsplan moet concipiëren en monitoren. Er moet een lepra-campagne geïnitieerd worden en er moet voorlichting via diverse fora, tv, e-mail, dag- en avondbladen gegeven worden. Benjamin is reeds geruime tijd werkzaam op de redactie van het STVS-journaal. In Nikeri is gistermorgen de 59ste verkeersdode gevallen. De 73-jarige Raghunath Singh Ramadhin werd door een bromfietser die in dezelfde richting reed aangereden aan de Deliweg, waarbij hij op ongelukkige wijze met zijn hoofd op een steen terechtkwam. Kort nadat hij naar het streekziekenhuis werd vervoerd, kwam hij te overlijden. Verder meldt de politievoorlichting dat de 22-jarige SZ is aangehouden. De man die goudsmit is, kon personen overhalen om sieraden met hem mee te geven ter reparatie, inclusief een voorschot voor de reparatiekosten. Zowel sieraden als de voorschotten kwamen nooit meer bij de eigenaren terecht. Aangezien de kans groot is dat er meerdere benadeelden zijn in deze kwestie, worden eventuele slachtoffers van deze man opgeroepen zich te melden bij de politie van Nieuwegrond. Ook roept de politie op tot alertheid, aangezien in het resort Flora een significante toename van auto-inbraken is geconstateerd. Naast de auto's langs de weg worden ook voertuigen die in garages staan en veelal niet afgesloten zijn door de inbrekers bezocht. Achter de centrale markt werd gisteren een vrouw beroofd van een halsketting van geel metaal. Naderhand voelde zij iets in haar BH wat een andere ketting, ook van geel metaal, bleek te zijn. Vermoedelijk had de kettingtrekker kort daarvoor een andere persoon beroofd en toen hij hetzelfde deed bij de vrouw, moet de ketting van het eerdere slachtoffer uit zijn handen in de boezem van de vrouw gevallen zijn. Een eventuele eigenaar van deze ketting kan contact maken met het politiebureau van het resort Centrum. Ten slotte brengt de politie onder de aandacht van de gemeenschap dat op zaterdag 26 oktober, overmorgen dus, het gedeelte van de Tourtonnelaan tussen de Henk Aronstraat en de Koninginnenstraat van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's morgens afgesloten zal zijn in verband met het aanleggen van ondergrondse EBS-kabels door het contractorbedrijf Hightelcom. En bezoek de website stvs.sr voor meer nieuws. Goedenavond.